Ik neem een besluit. Vrij willekeurig. Ik kan niet zonder hem. Hij weet dat niet. Misschien is het ook niet willekeurig. Alles wijst erop dat hij en ik... Aan de andere kant... Als ik in Groningen was geboren... In ieder geval... Ik word stalker. Mijn psycholoog zegt dat ik moeite heb met dingen los te laten. Ik zeg, als ik iets wil, dan gebeurt het ook. Ik neem een besluit. Ik ben voor hem geboren en voor niemand anders. Anders was ik wel in Groningen geboren. 7:53. Ik wacht. Een baks in huis met een blauwe deur. Er zijn bordjes op de deurpost geplakt. Michiel, 3 keer bellen. Het duurt lang. Maar elk detail kan een doorbraak betekenen. Dat weet ik. Er beweegt iets achter het raam. Michiel, Michiel! Hij luistert niet. Loop wat op en neer achter het raam. Drink thee. Bosvruchten. Dat weet ik zeker. Dat drink ik zelf ook altijd. Er stroomt een knagend gevoel van liefde door me heen. Als een kraan die maar stroomt en stroomt. Zonder dat er iemand er ooit gebruik van maakt. Mooi gezegd. Maar drink nog steeds thee. Hoe maak je je slachtoffer duidelijk dat hij je slachtoffer is? Zwaaien? Ja. Hij schuift het raam open. Ik hou van je! Hij staart me aan. Je moet je voorstellen, dit is de eerste keer dat je me ziet. Je kan niet meteen verwachten dat hij enthousiast is. Hij schuift het raam weer dicht. Verdwijnt in huis. Komt terug met een huisgenoot. 8:11. Ze wijzen naar me. Er is overleg. Hij doet het gordijn weer dicht. Komt om 8:21 aangekleed naar buiten. Hij kijkt me niet aan. Hij fietst het weg. Hij is bang, denk ik. Hij is zo mooi als hij bang is.